Hi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. We zijn even een heel klein poosje afwezig geweest. Dit had te maken met een lopersknie. En natuurlijk dat wij geen wedstrijden meer kunnen lopen. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Vandaag gaan wij een behoorlijke wedstrijd voor onszelf lopen. Door Emmen. Ik hoop alle wijken te kunnen pakken. Ik ga een behoorlijk lange video opnemen op dit moment. En wij gaan kijken waar we eindigen. Mocht ik na 20 kilometer niet meer kunnen, stop ik dan. Mocht ik na 30 niet meer kunnen, stop ik dan. We zien wel hoe lang ik het volhoud. Volgen jullie mij maar mee.
best mooi om dit zo in de herfst te zien. Ik vind het, het is altijd wel een veldje waar ik af en toe even zit. Als ik hier aan het wandelen ben. Maar het ziet er, nu de herfst ingeslagen is, toch een heel stuk mooier uit nog wel. Ja, dit is echt wel even genieten. Nou, we gaan nog even een stukje verder, zodat we zo het bos weer uit zijn. En dan gaan we eerst even richting het centrum. Ik zie jullie zo.
Het lijkt wel bijna Almere, als jullie het nog kunnen herinneren. Brug afgesloten. Neem volgende brug. Nou, er zit dus niks anders op om de volgende brug maar te nemen. Ja. Nou ja, dan maken we er in plaats van 301 kilometer van. Jongens, tot de volgende pitstop.
Er is hier een bordje. Bordje. Dat aangeeft dat er hier in de buurt zo'n prachtig mooie hunebed staat. Nou heb ik die dingen al 80 keer in mijn leven gezien. Maar ja, mocht je uit het westen of uit het zuiden des lands komen, ja, dan weet je natuurlijk niet hoe zo'n ding eruit ziet. Dus conclusie, wij volgen dit padje hunebed nog even, alvorens wij de stad intrekken zelf. Ja, volgens mij zie ik hem al.
Nou, na een poosje niet meer gelopen te hebben, vanwege zo'n lopersknie, merk je toch wel dat je uithoudingsvermogen een stukje achteruit gaat. Er is niks aan te doen, maar we zijn het badje Emmen alweer gepasseerd. En kijk eens voor ons de bioscoop en een nieuwe flat in Emmen. Emmen bouwt naar het meer. Ik zie daar ook al een bordje van FC Emmen. Ajax verwacht in de Oude Meerdijk. Nou, zoals in het Drents zeggen, zullen we die even een flinke veeg u de pannen geven. Ik heb alweer genoeg geluld. We gaan even een stukje door de stad heen rennen en zien waar we uitkomen. Tot zomer weer. En daar zijn we weer bij het stoplicht. Eventjes weer een momentje tot bezinning. En we mogen alweer. Yo.
Mooi padje legers hier ook. Zelfs voor een zondag. Ik heb het... Nee. Ik ben wel eens eerder voor maart, pre-maart in het centrum van Emmen geweest. Maar het zag er niet zo hopeloos uit als dit. Nou ja, we hebben in ieder geval ruimte genoeg om een beetje in het rond te rennen en te hobbelen. Dus. En met dat gezegd hebbende, hobbelen wij ook weer door. Ah, toch nog publiek. Ik zit even te twijfelen wat ik zal gaan doen. Ik kan nou weer rustig een routetje terugzoeken richting het Noordbarge Bos. Of ik kan Wijk Angerslo, Emmerhout, Barge Roosterveld, Rietlanden nog even aandoen. Nou, wat ik in ieder geval ga doen is, wij pakken een klein stukje meerveld mee, denk ik. En dan zie ik daar wel hoe jovel ik mij voel en of het nut heeft om richting Angerslo te lopen. Want na een poosje stilstand kunnen je de bieren, de benen, nog wel eens verzuren. De bieren, zei ik. Oh, ik ben er nou al mee bezig. Hou op! Ik
zien jullie straks weer. Yo!
Het weer wordt al iets onguurder. Ze hebben dan ook gezegd dat het al ging regenen vandaag. En best ook. Maar ik denk dat het nog wel eventjes droog blijft. En ik denk dat wij ook nog wel genoeg tijd hebben om bij ons finishpunt te komen. Denk ik. Ik ga straks via langs de McDonald's, langs mijn flat, via de rondweg, langs de Nieuw Amsterdamse straat. Ik ken het allemaal uit mijn hoofd. Oh ja, ik woon hier. En dan zijn we weer bij het beginpunt aangekomen. En dan kunnen we ons even trakteren op een heerlijke lekkernij. Zie jullie zo weer, jongens. Zie jullie zo weer.
Nou, hier hebben wij ons laatste stoplicht van de rit. Ik heb voor de leuk en zoals jullie gezien hebben, nog even een paar leuke stickers geplakt. Want we moeten natuurlijk wel een klein beetje bekendheid vergaren. Ik ga nu het fietspad af richting de rondweg. En daarna vanaf rondweg richting de Nieuw-Amsterdamse straat. Nieuw-Amsterdamse straat rechts. En dan lopen we recht op het Noord-Bargerbos af. Ik vind het te leuk om die stickertjes te plakken. Hè? Dat is toch wel. Dat is toch wel heel grappig om te doen. Rosso's Running Channel. Tada! En door. Beetje vergeeld.
Nou, de 10 kilometer, die hebben we gehaald. Dus, die kunnen we weer in onze zak steken. We zijn nu bij de brandweer aangekomen. Dus, mocht er nood aan de man zijn, mocht mijn lichaam te heet oplopen dat alles hier in de fik vliegt, daar is de brandweer. Maar met deze koude wind denk ik dat oververhitting niet het grootste probleem is. Ik ga weer een klein stukje verder. Tot zo.
Ik wou compleet langs de rondweg rennen en dan de Nieuw-Amsterdamse straat. Maar ja, is voor jullie weer niet leuk. Ik kan beter even dwars door de wijk heen. Voor jullie ook iets meer te zien. En dan via de lokale Chinees gaan wij weer richting het Noordbargerbos. Lijkt mij toch iets leuker. Nou, wij gaan door. Yo. Nou woon ik al 20 jaar
in deze wijk. Bargeres. Maar ja, het is voor mij af en toe ook nog steeds een doolhof. Ik moet er maar eens wat vaker doorheen fietsen, denk ik. Of het is gewoon gebouwd als een doolhof. Dan hier je huisje vinden, dat kan nog wel eens op wat problemen stuiten. Nou, we gaan gewoon rechtdoor, voor zover mogelijk. En we komen vast ergens op een herkenningspuntje uit. Tot zo.
Nou, dat was hem weer. 13 kilometer door Emmen. Wij sluiten hem zo even af. Tot zo. Nou, dat was hem dan. De Ronde van Emmen. Nou, eigenlijk de halve ronde. Ik wou iets meer doen, maar ik weet niet of mijn benen dat hadden kunnen redden. Ik ga in ieder geval weer wedstrijden doen zo gauw ze weer begonnen zijn. En dan zul je ook weer een wekelijkse update krijgen. Het is nu gewoon jammer dat het niet kan. En ik ga nu dus gewoon leuke stukjes land doorrennen en die maar opnemen. Maar dit zal niet iedere week gebeuren. Ik neem ook even wat meer rust, ook vanwege mijn knieën. Dat het nog niet helemaal hersteld is, merkte ik wel vandaag. En ik denk dat ik de volgende keer gewoon de andere helft van Emmen laat zien. Ik heb nu de ene helft laten zien, een beetje Noordbargerbos, Westernes, het centrum, door Bargeres en weer terug naar het Noordbargerbos. Dus ik denk dat de volgende keer als ik door Emmen ga lopen, zal ik een stuk Emmerhout, Angersloop, misschien wel het voetbalstadion laten zien. Rietlanden niet vergeten. Nou, het komt allemaal weer goed. Ik zie jullie de volgende keer weer. En ik vind dat ik hem wel weer verdiend heb. Proost. En tot de volgende Rosso Channel.